Welk IDO-platform, kiezen, TG DAO-project. Jij, precies. Dit gaat en niet verwacht. Het jende zal verbazen. Hallo mensen, goedemiddag. Wij komen in Oekraïne. In verband met de heer Atlant, in vandaag blijven. We praten over de concurrent Crodo in dit nummer. Is het een project van TG DAO? Laten we de kenmerken. Jan verschillen met haar Crodo, rep analyseren. We beginnen. Laten we beginnen met de concurrent Crodo. Zoals Ekunze, Welk IDO. Al op hun platform, in om te beginnen, zullen we de belangrijkste punten doornemen. Investor in digitale activa met TG DAO. Dat wil zeggen, lang pad voor investeren in regio. Jan crypto structures. Tubes, waarbij investors deelnemen aan het best laid-vermen proces, worden ontwikkeld van het Linser-platform. Met het platform ons vervelend met aan om te beginnen met beleggen. Om deel te nemen aan het beleggingsproces moet je minimaal 10.000 gedaald tokens hebben die je kunt kopen op een kakenswap. Het hoofdconcept van het TG DAO-project. Wanneer je op DAO hebt zet, lance platform. Onze kenwaarde is onze gemeenschap die de toekomst van TG DAO langpad bepaalt. Samen creëren we de vector van onze ontwikkeling. De volgende projecten waren kan worden geïnvesteerd in startups. Om met samen te werken, mag deel je van ons enorme gemeenschap. Jan, investor met ons me. Wat is allemaal? Dit is Jan sessie waar onze DM Jan leden van de gemeenschap nieuwe projecten ontmoeten om het laatste nieuws. Wees is Jan ontwikkeling, subtitles, lieve of de in Jan Borop. Je plan de AMA sessie te bespreken. Op welke punten let het project aan? Want de GDAO bij het selecteren van projecten. Bij de GDAO evalueren de elversland projectcategorieën voor onze investeerders in de gemeenschap in de vorm van de hand. Onpartijdige beoordelingen. Hoe wordt de sector de kiezen? Hebterecenter. Detected de kiezen, present in analyse van ons onderzoek met leden van ons gemeenschap. Het moet op in de tijdelijke, het interherend manier worden hebterecenter aan andere lasers in de resert. Zijn in het besturen van de analyse van de resursen. Laten we verder gaan met ons favoriete Crodo project. Jan, ik zal beginnen met het feit dat Crodo een zeer krachtig project select system heeft voor zijn IDO's. Ze zijn op zoek naar precies de projecten die alle taken op tijd niet worden in geen delay. Want hebben voor toekomstig werk. Persoonlijk twijfel ik niet aan de projecten die op het IDO Crodo platform zullen worden niet gebracht. Ik begon ze te vertrouwen toen ik in dit project investeerde. Bottom line, TG DAO is geen IDO-platform met geen interessant concept van hun idee, wat niet slecht is, maar het heeft zeker ruimte om te groeien. Geen op zijn beurt geen Crodo, om met alle nadelen van alle IDO-platforms, namelijk meldingen van het beginnen van evenementen. Over bewolking van servers op het moment en verkoop in ook wel andere punten. Mijn keuze is om Crodo in de toekomst te ondersteunen met alle mogelijke en onmogelijke methoden. Ik ben hier zeker van dat dit project in top 1 IDO-platform zal worden. Vrienden, bedankt aan iedereen die deze video tot heet in de kaft bekijken. Fijne dag! Tot ziens in het volgende nummer.